Ik heb vandaag een balpen meegebracht, omdat die voor mij typeert hoe ik doorheen mijn studie en ook vandaag nog altijd omga met het verwerken van informatie, notities nemen als student, maar ook vandaag nog altijd als ik met iets moeilijk geconfronteerd word, kort even noteren, pijltjes trekken, zaken onderlijnen om zo eigenlijk te analyseren en te komen tot een bevattelijk antwoord op een vraagstuk of op een probleem. Op dit moment ben ik beleidscoördinator van de cluster Leven en Welzijn bij de stad Diest. Het is een zeer brede functie. Dat betekent dat ik eigenlijk, als ik zo naar mijn werkweek kijk, heb ik contact met verschillende diensten. De dienst diversiteit, de sociale dienst van het OCMW. Maar voor hetzelfde geldt ook het kinderdagverblijf dat we hebben binnen de stad en het OCMW. De buitenschoolse kinderopvang, de thuiszorgdiensten. Dus dat is een heel breed pakket dat aan bod komt. Ik moet ervoor zorgen dat mijn verschillende diensten allemaal de beleidsmatige lijn houden, dat we vanuit verschillende diensten naar één doel kunnen toewerken en dat dan in nauwe samenwerking natuurlijk met het bestuur, met het college van burgemeester en Schepenen. In mijn job heb ik zeker nog heel veel aan mijn opleiding. Wat ik altijd heb onthouden van mijn opleiding is het analyserende en het bedachtzame. Dat is een beetje iets wat dat voor mij ook de kern is van, ja, wat is een socioloog? Is iemand die kijkt naar wat er gebeurt rondom hem of haar en daarmee aan de slag gaat en gaat proberen te verklaren van, ja, hoe komt dat nu dat er gebeurt wat er gebeurt? En vooral, hoe kunnen we daar proberen dat te beïnvloeden als we dat nodig vinden? En dat is zeker iets wat ik vandaag eigenlijk bijna elke dag nog doe, is kijken van, ja, wat gebeurt er hier? Ook op strategisch niveau me dan afvragen van, en hoe kan ik dat proces nu beïnvloeden? Als ik nu terug 18 zou zijn, dan zou ik zeker opnieuw kiezen voor sociologie. Ik heb mijn ding daar echt in gevonden en ik ben nog elke dag eigenlijk wel blij en ook trots dat ik kan zeggen van, ik heb sociologie gestudeerd, ik ben een socioloog.